Dames en heren, welkom bij F1 24. Het nieuwe spel is uitgekomen. En zoals jullie dan al weten, jaarlijks komt er dus een nieuwe carrière-mode. Geen My Team dit keer. Dat hebben we nu al 4 jaar al gedaan, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. We gaan dit keer voor een driver carrière-mode. Terug naar F1 2019. En ik ga dus mijn eigen personage maken en neem jullie hier lekker in mee. Ik ga geen Formule 2 doen. Rechtstreeks naar de Formule 1. Een aangepast seizoen. Eerst beginnen we met 10 races. Waarom? Werk is nogal veel. Ik werk fulltime. Dus ik heb niet altijd tijd om een video te uploaden. Vandaar maar 10 races. Kan zijn dat ik dat in seizoen 2 en seizoen 3 ga doorvoeren naar 16 races. Maar dat zie ik dan allemaal wel. Banen even kiezen welke... Ja, waar we dus op gaan racen. AI rijdt er natuurlijk dus ook op. Mooi. Kalender dus gemaakt. Before you get started, we need to choose how you'll play. This is the default setup, designed to give you a balanced experience. Or if you're already familiar with the F1 games, you can customize. Gaan eens gelijk door naar de custom settings. Betekent ook een custom driver. We kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld Verstappen of Hamilton. Maar dit is gewoon mijn pad naar glorie. Gelijk even aanpassen, want we zijn geen damen. Alhoewel, tegenwoordig kan alles. Maar goed, wij zijn dus gewoon... Of ik ben eigenlijk gewoon... Een dude. Een guy. Goed. Kijken welke wij... waar ik eigenlijk mee bekend ben. Ik moet wel zeggen, deze audio is wel een beetje apart. Een rare audio wat erin zit. En dan kies ik dan dus gewoon weer voor mijn eigen personage, wat ik ook al in F1 2023 al heb gekozen. Betekent dus ook weer het standaard, hè. Nederlands. Hebben dus even overgeskipt. Ik ben dus 65 overal. You'll see that you now have a set of driver ratings. These will be tied to you for the entirety of your career and will track your progress. As you perform well out on track, these ratings will improve and feed into various other areas of your journey through F1. We'll cover each rating in more detail later. Het is allemaal wel logisch. Ik ben nog nieuw, dus ik heb niet zoveel ervaring. Racekracht is wel goed. Awareness is matig. Pace was wel goed. En dat kan dus allemaal verbeterd worden of verslechterd worden in deze carrière-mode. Ik heb dus ook een aantal punten weten te bemachtigen, omdat ik al eerder F1-spellen heb gespeeld. Wat betekent dat we die punten dus kunnen gaan spenderen aan bijvoorbeeld helmen, racepakken, handschoenen, noem het maar op. Dan komt het dus nu tijd om de helm te bewerken naar mijn eigen kleuren. Rood, wit, blauw, doe maar. Kleuren van de Nederlandse vlag. En ook misschien een beetje oranje erin verwerken. We pakken dus het design van Russell over toen hij bij Williams reed. Mooi helm dus gemaakt.
Mochten we ooit een keer winnen, dan zijn dit dus de podium emotes. We kunnen er ook een aantal weer gaan kopen. Zoals de in het midden, die is dus in de aanbieding. Maar goed, ik besluit dat dus nu even niet te doen. Een victory radio call mocht ik een keer winnen in deze carré mode. Oh, maybe the other driver should turn on next time. Quite a lonely drive. Just want to say, thanks to all the haters. This one's for you. Nou, mooi. Ook dus een radio call gekocht. We kunnen ook dus een Academy selecteren. Dus bij Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine en McLaren. Of ik kan ook gewoon zeggen nee. Doe maar gewoon een random team. Ik zie al veel YouTubers gelijk voor McLaren kiezen. Of bijvoorbeeld voor Alfa Romeo. Ja, die teams zitten wat al in de middenmoot. En ik denk, nou, laten we maar gewoon het allerslechtste team pakken. Op dit moment Haas. En dan zie ik wel waar we gaan komen aan het einde van deze carré-mode. Dus heb ik voor de Ferrari Driver Academy gekozen. En ja, het team heb ik net al bekendgemaakt. Het wordt dus Haas F1. Ik wil niet gelijk voor Red Bull rijden of voor McLaren of voor Aston Martin. Dat zijn allemaal al de betere teams. Dit wordt echt een carré mode die ik, ja, vanaf de grond, daar beginnen we dus ook. En dan moeten we onszelf omhoog zien te werken naar de top. This performance will change depending on your success with development during the coming seasons. Recognition is a system that the team will use to determine how much R&D responsibility you were given. You will be compared against your. Dat dus ook. Je kan dus kijken hoeveel procent R&D punten je kan binnenhalen. Bijvoorbeeld als ik nu teamgenoot ben van Verstappen, dan haalt Max 81% binnen en ik maar 19. Dus daar moeten we ook rekening mee zien te houden. En ik vind Haas eigenlijk wel een prima optie. Dan haal ik toch nog wat punten binnen. En dan kan je hier dus kijken wie wordt je teamgenoot. Wordt het Kevin Magnussen of Nico Hülkenberg? Ik denk dat ik gewoon voor de Duitser ga. Nico Hülkenberg wordt mijn teamgenoot. En dan bevestig ik hier bij de settings. En dat betekent dat de driver carré mode officieel van start is gegaan. Dan volgt er nu het allereerste interview in Monaco. Ja, interview. Allereerste contract bedoel ik in Monaco. Die we dus gaan moeten ondertekenen. Kunnen ook volgens mij onderhandelen. Finally, let's do this for real. Sorry it took so long. You know what these legal types are like? Yes sir, no sir. Here's... Ik zeg eerlijk, ik zie er eigenlijk niet uit in dit spel. Maar goed, ze hadden geen andere karakter. Dan doe maar dit. This is my excited face. Come on, come on. Let me show you what we've got. So, all the usual. Nou, ja, ik heb daar allemaal geen zin om dat te doorlopen. En dit kan je dus bekijken. Your current stats are visible. De details. Each has been color-coded to match a line on the graph. Progress will update after each race weekend, and you can view both the present season as well as past ones. Finally, dus een soort van wat we ook bij My Team zagen, alleen dan is dit keer van je eigen karakter. You can select drivers from the left-hand list, and they will then appear with their ratings next to you on the right. Dit is een soort van vergelijking. Je ziet Verstappen is gewoon vele malen beter. Maar het is logisch. Want ik ben pas net nieuw in de F1 gekomen. Dus ja, mochten we dit een keer leuk vinden. Dan kan ik hier altijd naartoe gaan klikken.
En dan zul je ook bijvoorbeeld zien Button, Villeneuve, Massa, Fittipaldi, Coulthard, Schumacher, Senna, Prost, al die andere ja, dingen. Al die andere legends. Mark Priestley, geen idee hoe het uitspreekt, is ook weer terug als engineer. Geeft hier een korte uitleg hoe de R&D werkt. Maar goed, ik ben hier allemaal al bekend mee. Dit is dus gewoon een korte uitleg hoe dit werkt en wat de bedoeling hiervan is. Het kan dus ook zijn dat upgrades falen. Dan moet ik die opnieuw gaan bestellen bij het team. En zoals je ziet zijn wij dus gewoon hartstikke laatste. Finally, this chart shows the performance you've extracted from each department based on the number of applied upgrades. You can also see the max potential for each department based on the remaining upgrades. Hopefully it helps you to see where we are and how far we can go. Dat dus. Dus Nico Hulkenberg kan dus ook upgrades kopen van zijn R&D punten. But no matter who did it, remember that if a car's slow, well it's down to the drivers, and if it's quick, it's all thanks to me. Okay, here's where you're going to purchase and manage your upgrades for each department. If a part fails development, you can also come here to restart and finalize it. But just don't ever go at me when you do. As you develop parts, you're going to unlock access to more. Highlighting locked upgrades will tell you what's required to gain access to it. For each department, you can quickly view which perks are available as a result of your relationship with our specialists and your current recognition within the team. Een hele uitleg, maar het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Nico Hulkenberg en ik kunnen dus upgrade dingen kopen. Kan het zijn dat die upgrades falen? En mocht een upgrade door zijn gegaan, dan kunnen we ook zien wat de volgende wordt. Het spreekt eigenlijk allemaal voor zich wat ik al heb verteld. Hier zie je dus de aankomende progress. En dit is dus letterlijk die boom. Eigenlijk is het een lijn die je de voortgang bijhoudt. Vanaf seizoen 1 tot en met weet ik veel hoe ver ik kan gaan met uploaden. Kampioenschap en dan de race zelf. En dan wordt het nu tijd om even door te spoelen en kijken wat er allemaal gebeurt. Ik krijg dus een aantal resource punten beschikking. Een nieuw season grid komt er dus ook aan. Specialisten zijn ook ingehuurd. Maar ik kan denk ik nog niks kopen. Komt al wel een upgrade van de chassis aan. Dan is het hierbij de grid reveal tijd. Oké, ze hebben Yuki Tsunoda blijkbaar in lengte, gestegen. Hij is net zo lang als Ricciardo. En Ricciardo is volgens mij 1,80 meter. Dus, en Tsunoda is volgens mij 1,65 meter, denk ik. Dus dat klopt niet helemaal. Ik hoop dat Codemaster dat nog gaat aanpassen. Maar zo niet, dan is het wel heel grappig wat er in het spel is gedaan. Finally, you can see the failure chance of the upgrade. Or if you can't afford it, a bit of red pen from me saying that you haven't got enough points. If you want to rush something through though, you can do that here if you have a high enough recognition and if you want to risk a higher failure chance. Tip from me though, if you do want to rush something, buy the crew some sweets as thanks for the overtime. Ja, dus mocht ik iets versneld willen, dan moet ik
recognition hebben om dat dus te kunnen doen. En dat betekent op naar het eerste raceweekend in Bahrein. Kijken wat het dus gaat worden in deze allereerste video van de Driver Career Mode. Op naar de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan, ja, Q1 van start gegaan. In de nieuwe Haas. Kijken wat dit gaat worden. En waar ik zo meteen aan het einde van de vlag sta. Iets te vroeg ingestuurd. En dat betekent dat we wat tijd hebben verloren. Helaas. Moet ik het hier goed maken met de rest van deze run. Ook de ERS is dus nu van cruciaal belang. Kijk maar al gelijk. 30% omdat die overtake de ERS heel snel leegmaakt. Dus ook in de kwalificatie moet je gaan opletten op je ERS gebruik. Oh, trouwens de race. Tijdens de race. Maar goed, dat is een ander verhaal. P11 op dit moment bij startfinish. En dat betekent dat ik een 7e tijd noteer achter Lewis Hamilton. Dus dat is een prima eerste ronde in Q1. Aan het einde van Q1 ben ik teruggewezen tot een 18e plek. En hopen dat deze tweede run, ja, dat dat misschien iets gaat opleveren. Moet het een hele goede run gaan worden. En de ERS die is al bijna helemaal leeg. Dus dat is echt wel even een ding om op te letten. Daar ga ik wat te wijd en verlies ik wat delta. Maak ik het hier weer goed op de exit. Zijn al inmiddels, ja, ruim 3/10 sneller. En paars in sector 1. Dat is een hele goede eerste sector geweest van mijzelf. Nico Hulkenberg naar P18. Q1 zit erop. Max Verstappen naar de snelste tijd in Q1. En wij zijn, ja, 19e sneller. En dat betekent, ik denk, een Q2 sessie. P15. Jazeker. Wat een ronde heb ik daar neergezet. Dat betekent dat we nu in onze debuutrace gewoon door zijn naar Q2. AI staat trouwens gewoon op 90. Daar laten we ook gewoon lekker staan. Nog ongeveer 40 seconden op de klok totdat Q2 eindigt. En daar te wijd. Eerste bocht gemist. En ja, grind gepakt. Deze ronde wordt heel slecht. En dat betekent dat ik denk ik vanaf een P15 ga beginnen. En ik ben hier ook de auto helemaal kwijt. Einde Q2 voor ons. En ja, eigenlijk voor mezelf. Betekent Alonso naar de snelste tijd. En wij dus geen tijd neergezet. Jazeker, een 15e positie voor mezelf. Al met al toch wel trots dat we Nico Hulkenberg hebben verslagen in onze eerste kwalificatie. En zet op naar de race en kijken wat dat gaat worden. Kunnen wij misschien naar de punten? Ik denk van niet. Maar goed, je weet het maar nooit. Daar gaan we dan voor onze allereerste race. En kijken wat dat dan gaat worden. Months of rumor and speculation all comes to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today and this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities and it could be a strategic race this one, with Sakir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. World champion Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Joe, Oscar Piastri, Bottas, Albon, Ocon, The Professor, Norris, Tsunoda, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, and Logan Sargeant. And with preparations almost complete, let's head down to the track.
Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me is Anthony Davidson. Well, welcome back. Let's start with a nice, easy question. How do you stop Max Verstappen? That's what they're hoping for. And that's what we're hoping for as well in some ways, because we don't want to see just one driver or one team running away with it this season like we had last year or even the years gone by in this sport. Can we get to see a two-way or even a three- or four-way fight throughout this race today? Fingers crossed we'll get that. OK, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Het standaardadvies van Mark Priestley, wat we eigenlijk altijd al hebben te horen gekregen in F1 22. My Team Career Mode tot aan F1 24 Driver Career Mode. We staan dus op een P15. Strategie is soft, hard. Kijken of dat de juiste is. Twee stoppen lijkt mij een beetje overbodig. Want ik denk dan dat je dan meer tijd verliest. Wat je daadwerkelijk pakt met een eenstopper. Hoeveelheden brandstof is 21 rondes. Dus een rondje extra brandstof om wat harder te kunnen pushen. Ik denk dat dat wel in orde gaat komen. En dan wordt het gewoon tijd voor de allereerste formatieronde in Bahrein. Start van F1 24 Driver Career Mode gaat dus zometeen beginnen. Norris op een P15 start op de mediumband. Tsunoda op de harde band. Ik denk dat iedereen dus vanaf de pole zitter. Ik denk dat dat Verstappen is, of Perez, tot aan mijzelf, rijdt op de zachte band. Nou, wat belangrijke informatie van de ingenieur, maar goed, dat weet ik allemaal al wel. Komen dus aan bij de grid slotposities. Goed geparkeerd, wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze allereerste video van F1 24. De driver career mode is onderweg en ik kom prima weg. Albon blokkeert ons daar wel een beetje. Dat betekent dat ik zo meteen naar de buitenkant moet gaan kijken van Valtteri Bottas en misschien Ocon hier aan de buitenkant. Nou, lukt niet. Pakken Gasly. Jazeker, mooi. Goed gedaan. Op naar de Fransman Ocon. Auto begint al wel gelijk een beetje weg te glijden. Onderstuur kikt al een beetje in. En ik heb het lastig, want daar zit Norris aan de buitenkant. Maar die duw ik gewoon naar buiten. Nog altijd achter Esteban Ocon. ERS is in hot lap gezet. Zit de einde ronde nummer 1. Ik maak daar een fout. En dat ziet Pierre Gasly op die zachte band. Daar zit Norris op de mediumband. Bijna 3 dik hier op het rechte stuk. En houden die positie, jazeker. Mooi, goed verdedigd van mijzelf. Ik denk ook dat het meer een verdedigingswedstrijd gaat worden dan echt een aanvalwedstrijd. De Haas is nog niet competitief, gaat denk ik ook nooit worden. En daar bijna de auto kwijtgeraakt. Een schrikmomentje van mezelf. Norris is mij gepasseerd. Gasly zit nu bij mij te kijken. Een plekje verloren helaas. P15. Moeten dus nu niet die positie gaan verdedigen. Einde ronde nummer 2 als Verstappen de snelste race ronde laat noteren. 1.31.9. Gasly aan de binnenkant van mijzelf heeft hier een betere tractie, betere auto en is er voorbij.
En daar ook al gelijk Logan Sargeant. Daar is Nico Hulkenberg. Maar kan er niet voorbij. Beide auto's hier traag op de exit. Met de DRS rijden naar Gasly toe. En pakken hier mooi twee auto's in één manoeuvre. Goed gedaan. Rijden dus nu weer op die 15e positie. Het gat naar Norris bedraagt al 3,5 seconden. Gaan hier verdedigen ten opzichte van Logan Sargeant. En nu gelijk de overtakenknop gebruiken. Ik ga gelijk van lijn veranderen om de slipstream te breken. Maar Sargeant is slim. Aan de binnenkant. Maar hebben daar de betere exit, want Sargeant kwam op die curbzone terecht. En zo behoud ik de 15e plek. Nog 16 rondes te gaan in deze race. Het gat naar Norris bedraagt al bijna 5 seconden. En noteren groen in sector 1. Persoonlijke verbetering. Zitten we in de 6e ronde van de race. Nee, nog altijd ronde nummer 5 dit keer. 5e ronde van de race. Als het hier helaas misgaat, wielen haken daar in elkaar. Tussen mijzelf, Sargeant en Gasly. Betekent de laatste plek helaas. En moeten dus nu weer naar voren zien te knokken. Banden zijn er ook al aan gegaan, zie ik. Linker voorband heeft het zwaar. En dus ga ik, denk ik, voor een vroege pitstop. Ga voor de undercut op de jongens voor mijzelf. Hopen dat dat wat lucht kan schelen. Harde banden eronder gezet. Ik vertrouw het niet op die medium band om daar 13 rondes lang op te rijden. En hopen dat ik de jongens voor mij allemaal kan passeren zodra zij de pit lane in zijn. 2,5 seconden, een veilige pitstop. En van de laatste plek naar de laatste plek. Gat naar Sargeant bedraagt nu ongeveer 30 seconden. Maar met die verse set banden onder mijn auto moet ik dat gat denk ik wel zien te dichten naar richting de 20 seconden. Zodat wij voor Sargeant weer de baan opkomen. En dat is een doel aan de linkerkant die we hebben behaald. En kijk maar, komen weer voor een aantal jongens weer de baan op. Onder andere Gasly komt daar exit pitlane. En die passeren wij. Sargeant net niet gepasseerd. Maar hebben hier DRS. En Gasly is al gezien. Gat is nu al richting de seconden gelopen. Sargeant rijdt op koude, harde banden. Ja, dat weten we dus wel. Daar hebben we Logan Sargeant. Vechtend voor P18. Gat naar Hulkenberg is 3,4 seconden. Hier mooi aan de binnenkant gekeken bij de Amerikaan. Jazeker. Hem uit laten rollen. Sargeant kan wel terugkomen. Maar dan gooi ik daar de deur dicht. En zo pak ik de 18e plek af. Goed zo. Terwijl, Sargeant geeft niet zomaar op. Maar kan hier nergens naartoe. Gaan hier wel een beetje wijd. Aan de binnenkant. Nee, lukt niet. Mooi. Op naar Nico Hulkenberg. Mochten wij die nog zien te passeren in deze race. Gat bedraagt al wel 3,4 seconden. En dan zit ik in de 14e ronde van de race. Nog 6 rondes te gaan. Gat naar Hulkenberg nog altijd 3,5 seconden. Daar is Sargeant aan de binnenkant. Plaatst hem mooi, maar kan er niet voorbij. Tsunoda op die zachte band zit er ook aan te komen voor een aanval. En ik houd de auto hier mooi breed.
En dit betekent dus dat we wat ERS moeten gaan sparen. Wat betekent dat het gat naar Hülkenberg inmiddels is groter geworden naar richting die 5 seconden. Komt allemaal vanwege de ERS. En het doel die we hebben behaald volgens mij. Tsunoda zit nu achter onze auto. Aan de buitenkant. Gaat hier niet zomaar vanzelf. Schieten hierdoor en Tsunoda pakt ons. Ik ben dus teruggewezen naar een 17e positie. Hebben gelukkig wel DRS. Dus ik kan zo meteen op het rechte stuk naar Tsunoda toe rijden. En richting start-finish weer een aanval plaatsen op de Japanner. Zodat wij die 16e positie weer terugpakken van hem. Dus gestart als 15e. Ik denk dat we als 16e gaan eindigen in deze eerste race van de driver carrière mode. Er had wel denk ik meer ingezeten. Alhoewel, we mogen vooral tevreden zijn in deze eerste race. Tsunoda is hier gezien. Ga wel in ERS spaarstand. Tsunoda geeft zich niet zo snel gewonnen. Heb ik gemerkt dat de AI hier voornamelijk blijft kleven als je hem wijdduwt. Maar goed, wat heeft het voor zin? Helemaal niks, want Max wint de wedstrijd. Openingsrace gewonnen door de Nederlander. Hülkenberg eindigt op P15. Ik kom thuis op een 16e plek. Sargeant pakt nog even Yuki Tsunoda voor P17. De Japaner vindt dus als 18e een goede eerste race. Ik ben vooral tevreden. Ja, wat Hülkenberg heeft gedaan. Ikzelf vond ik een beetje teleurstellend. Hamilton reed driver of the day. En dan is het op naar de volgende race en aflevering. A fantastic team effort then to secure victory here in the desert. Well, you're always unsure of the competition and what your opponents have been able to do in the off-season, but they've come here today, they've delivered the performance that you dream about, and wow, did they make that car sing today. Really impressive stuff. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They've performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Uitslag van deze eerste race van de Drive Career Mode. Verstappen wint de openingsrace. Pakt snel het race 100 punten. Pakt snel het race 100 punt, moet ik eigenlijk zeggen. Leclerc naar 2, Perez 3. Red Bull 1, 3, dus een dubbel podium. Hamilton 4, Russell 5, Sainz 6, Stroll 7, Alonso 8, Piastri 9 en Zhou Guanyu op P10. Wij eindigen dus achter Nico Hülkenberg. Op zich geen probleem in onze eerste race. Dus prima gedaan. Houden we dan heel veel jongens achter ons en P10 in het klassement. Nee, P9 in het klassement, excuses. 9e in het constructeurskampioenschap. Op zich een prima openingsrace. Een rivaal met teamgenoot. Staan dus gelijk. De ratings zijn omhoog geklommen. Experience is nu 51, pace is 69, focus is 61 en zijn nu 67 rated. Dus dat is wel goed, het doel is 70, heb ik voor mezelf ingesteld. Recognition, 44%, dus klimmen wat naar Nico Hülkenberg toe. Goed om te zien. En krijgen wat punten van de specialisten. Een upgrade is behaald en een geheime ontmoeting is plaatsgevonden.
Maar goed, eerst even naar de specialisten. Dat is het volgende doel. Die we moeten zien te behalen om hem weer te activeren. Sommigen zijn nog gelokt. Dat is allemaal afwachten. De windtunnel-engineer kunnen we ook een doel aan geven. Dat is het contract performance. Dus klimmen meer richting het doel. Dit spreekt allemaal voor zich, denk ik. Niet zoveel bijzonders. Allemaal wat basis, basic info eigenlijk. En dan ben ik wel benieuwd naar die secret meeting. Kijken wat dat dan is. Durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. Ja, ik denk dat een team mij misschien wil benaderen. Kijk eens aan, Alpha Tauri. Alpha Tauri, wat zeg ik nou? Het is de Visa Cash App RB, heet het volgens mij. En ik kan dus hier zeggen, wil ik verder praten of willen we dat niet doen? En ik heb gezegd, continue talks. Ik ben wel benieuwd in de Visa Cash App RB zooi. Dus ja, dat kan misschien nog wat gaan worden. En ik ga deze video denk ik wel afsluiten. Ik vind het al mooi geweest voor deze allereerste aflevering. Een lange aflevering, bijna 40 minuten bezig al. Maar goed. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal en wil je meer wekelijkse F1 24 Driver Career Mode video's zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook dat belletje aan als je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam is dan in de beschrijving. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. En ja, dan zou ik zeggen, dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer F1 24 Driver Career Mode content. Tot de volgende keer.